Op de A28 bij Amersfoort is vanmorgen een camper op een auto gebotst en omgeslagen. Daarbij zijn de drie inzittenden van de kampeerbus gewond geraakt, onder wie een kind. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij zou hebben gedronken. Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de gevolgen waren groot. Zo stond knooppunt Hoevelaken voor een groot deel vast. Op de A1 bij Eemnes is vannacht een automobilist gestrand en niet bepaald zachtzinnig. Hij verloor in de richting Amsterdam de macht over het stuur, reed de berm in, kantelde en schoof vervolgens over de weg richting Middenberm. De twee inzittenden zijn gewond afgevoerd. Op de snelweg bleef een ravage achter van glas en goederen. Volgens de politie was de bestuurder in slaap gevallen. Treinreizigers in het midden van het land hebben nog zeker een week last van werkzaamheden aan het spoor. ProRail vervangt 500 meter spoor, wissels en leidingen tussen Utrecht Centraal en Utrecht Overvecht. Tot maandag 17 juli rijden er geen treinen tussen Overvecht en Hilversum en tussen Baren en Den Dolder. Op de trajecten Utrecht-Amersfoort en Utrecht-Breukelen geldt een aangepaste dienstregeling. De verkoopprocedure voor 13 voormalige peeskamers in de Utrechtse Hardebollenstraat start waarschijnlijk nog deze zomer. De Hardebollenstraat moet een vernieuwende, creatieve uitstraling krijgen met leuke winkels en etalages. Zo is in overleg met bewoners bepaald. Er is ook plek voor 4 restaurants of daghoreca. De politie is gistermiddag uitgerukt voor een doorgedraaide man in Nieuwegein. De bewoner van de Anemoonstraat ging volledig door het lint en gooide zijn complete inboedel op straat. Bovendien had hij de kranen in zijn huis opengezet. De politie had moeite om de man te overmeesteren. Eenmaal binnen bleek de woning gesloopt en stond een groot deel onder water. Volgens buurtbewoners is de man ziek en vertoonde hij al langer vreemd gedrag. Als je meedoet, dan wil je natuurlijk ook gewoon voor de dood of de gladiolen gaan. Dus ik ga er hard in. De wethouders Everard en Janssen van Utrecht waren vandaag even in een heel andere rol te zien. Namens de gemeente deden ze mee aan de triathlon. Samen met collega Siegelaar, die de 750 meter zwemmen voor haar rekening neemt. Siegelaar heeft er een aardig tempo in. En wethouder Janssen laat zich ook niet kennen op de fiets. De laatste 5 kilometer wordt gerend door wethouder Everard. En uiteindelijk eindigt de gemeente op de 11e plaats. Met een tijd van 1 uur, 24 minuten en 12 seconden. Ja, voor mij voelde het heerlijk. Ja. En het zwemmen van Ellen, dat ging echt fantastisch. Ja. En ik heb mijn best gedaan. Oh, zwaar. Even na de finish laat raadslid Oost van Stadsbelang zich uitgebreid masseren. Zijn team had de wethouders uitgedaagd en met succes. Want Stadsbelang eindigt op plek 4. Ja, weet je, het mooie is dat natuurlijk in de raadzaal delven wij het onderspit. En zijn dat degenen die uitvoeren en wij degenen die controleren. En bij deze hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan. Alleen hebben wij de race gecontroleerd en hebben we het tot uitvoering gebracht. En zijn we in ieder geval voor geëindigd. Dus het geeft een goed gevoel. Ik tel nu af. 3, 2, 1. Vandaag startte de Tour de Schalkwijk. 112 renners van 9 tot 12 jaar denderen de hele week door het dorp. En dat al voor de 48ste keer. Wat vindt u van de Tour de Schalkwijk? Nou, het einde is prachtig. We volgen het al zo lang als het bestaat. We hebben allemaal meegedaan, hè? Wij ook als jonge jochies hebben ook meegedaan. Je wordt meegereden? Nee, er waren nog geen meisjes die mee mochten rijden, hoor. De Tour de Schalkwijk duurt nog tot en met aanstaande zondag. Zometeen in het programma Uit meer over onze eigen tour. En in Rhenen is de 20ste Rijnweek met succes afgesloten. Kraantje Papi, Gerard Joling en ook Lee Towers trokken een overvolle veerwei. Een slordige 10.000 mensen. Daarmee is het gedaan voor de huidige bestuursleden. Zij dragen na 20 jaar het stokje van de organisatie over aan de volgende generatie. Ze wisten van de Rijnweek in Rhenen een van de grootste gratis festivals van Nederland te maken. Tot slot het weer. Vanavond en vannacht is het meest bewolkt, met een kleine kans op regen en onweersbuien. Het wordt rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. In de loop van de dag valt er een enkele bui en het wordt 24 graden. Voor meer nieuws, kijk nu op onze sociale media of rtvutrecht.nl.